Dit was echt een Ziggo antwoordje. Ja, maar goed, ik ben al een beetje op verkapte wijze aan het solliciteren bij Bill. Ja? Oude rukker. Dag dames en heren, maar vooral jongens en meisjes, daar zijn we weer met een aflevering van Doordek. En ik moet het even bij zeggen, dit is hem dus, Johan Derksen. Ja, je herkent hem bijna niet meer na de aflevering van vorige week met pet, met laarzen, met een rare jas aan. Een joggingbroek had je ook nog aan volgens mij. Jazeker. Ja. Jazeker, als ik de natuur in ga, dan kleed ik mij erop, Wilfred. Oké, okay, maar de hond heeft nu vandaag geen... De hond is in Drenthe met moeders. Oké. Okay. Dus als je vanavond een idee hebt om ondeugend te zijn, ja? Ik ben beschikbaar. Ben jij nog wel eens ondeugend dan? 68 jaar oud. Nou, dat wordt minder hoor. Ja? Ja, nee, maar vroeger op die buitenlandse trips, als we met de Europa Cup gingen, ja, dat was verschrikkelijk. Ja? Dat was verschrikkelijk. Kijk, ik zal nooit collega's verraden, maar echte hoeren waren eerder op de kamer dan de koffers. Oké. Okay. En die andere collega's deden dat dan ook? Niet allemaal, maar... Ik kan er niet 5 noemen die niet meededen. Je hebt toch dat verhaal verteld met die enorme man waar je mee op een kamer sliep, toch? Wie was dat eigenlijk? Nou, dat verhaal moeten we een andere keer maar gaan doen. Hè? Zoek dat maar op in een oude uitzending. Dat wilde je toch steeds niet vertellen in de uitzending. Weet je dat niet meer? Nee, welk verhaal was dat? Ja, omdat je nooit wilde vertellen. Dat was een hele dikke... Ja, toch? Dat heeft je toen verteld met die hele dikke kale man. Nee, maar... Niet Kees Jans. Nee, Kees deed nooit mee. Nee, maar... Ik bedoelde iemand anders. Kees Saai noemden wij hem. Ja, dat was erg saai inderdaad. Ga je stemmen trouwens of niet? Ja, want ik ben er een beetje klaar mee ook gezegd. Nee, ik ben er klaar mee. Kijk, ik stem D66, ik kan die kop van Pechtold niet meer zien. Nee, hè? Die uitgestreken smoel met die ingestudeerde zinnetjes. Maar ik vind, als je in Nederland een recht van spreken wil hebben, dan moet je in ieder geval gaan stemmen. En ik ben gisteravond bijzonder geschrokken. Ik geloof dat het bij Jinek en Pauw was, dat jonge mensen gevraagd werden of ze gingen stemmen. En of ze wat partijen konden noemen. En ik weet niet of ze heel lang naar die mensen gezocht hebben, maar dat lijkt me niet. Maar die mensen die wisten er helemaal niets van. Mensen van rond de 20. En... Die allemaal zitten te kijken ook? Nou ja, waarschijnlijk onze doelgroep. Onze doelgroep, en ja. Ik vind het heel beangstigend als een meisje gevraagd wordt, noemen ze één politieke partij en ze zegt GGD. Zei ze dat echt? Ja, dat zei ze echt. En dat was geen grapje. Nee. Maar ze wisten er helemaal niets van. En ik vind ook... Maar die zijn toch al lang opgegaan in de... CDA en zo? De GGD zit nu met CDA in. Ja. Maar ik vind dat ook de scholen hier veel meer aan moeten doen. Want ik zie inderdaad een desinteresse bij de jeugd. En ze weten niet meer welke politieke partij bij een bepaald gezicht hoort. En ik vind dat heel schrijnend hoor. Want we moeten nou niet net doen of verkiezingen louter circus is. Oké. Okay. Jesse Klaver hoort hierbij? Nou, ik begrijp best dat Jesse Klaver met zijn John F. Kennedy-imitatie en het leuke jonge uiterlijk, dat hij heel goed scoort bij een doelgroep voor GroenLinks. Dat jonge mensen denken, hey, dat is wat anders dan al die saaie mannen in die CNA-pakken. Met allemaal die dassen voor enzovoort. Hij een beetje los opgestroopt moutje. Ja, nee, maar voor zijn doelgroep doet hij het goed. Zoals Buma het voor... zijn doelgroep heel goed doet. Als mijn ouders nog zouden leven, die zouden Buma zo'n kerel vinden. Christelijke achtergrond, nette man, fatsoenlijke dingen voor het Koningshuis, voor militaire dienst, terwijl hij er zelf niet in gezeten heeft. Ik was laatst, ik geloof bij Koffietijd of een ander B-programma. Ja, waar zit je niet? Hè? Je volgt het programma. Beeldbaar elke dag wel eens. Ja. Daar zat ik met hem. De app. En toen vertelde hij mij dat hij niet in militaire dienst gezeten heeft. Ik zeg, nou, ik heb er wel 1,5 jaar in gezeten. En hij zegt, hoe was het? Ik zeg, nou, ik heb 1,5 jaar zinloos gevulde koeken zitten eten daar in de kantine. Nou, je hebt het Oost-Duitsland heb je bijgehouden van ons. Nou ja, we hebben natuurlijk wel op wacht gelegen aan de Oost-Duitse grens. En Honecker was echt bang voor kanonier Derksen. Gisteravond wordt Wenger gewoon... in de zijk genomen door zijn elftal. Dat mag je dan gewoon concluderen. Hij noemt de scheidsrechter als hoofdschuldige, maar zijn elftal liet hem toch gewoon zakken. Ja, en de wisselspeler Sanchez, die daar vol leedvermaak, omdat hij gewisseld was en verleden week ook niet in de basis stond, met een keeper naast zich, Tsjech, die ook niet in de basis stond, die daar zitten te gnuiven. Dat waren dodelijke beelden. Hè? Ja. Of Wenger schopt die twee nu uit de selectie en die hoeft het hele jaar niet meer terug te komen.
of Wenger wordt het kind van de rekening. Ja, dat is toch het meest logische. Ja, kijk, jaar. Als je dus supporters scanderend voor het stadion hebt, dan zijn alle beleidsbepalers die zijn daar gevoelig voor, want die zijn als de dood dat zij dadelijk aan de beurt zijn. En dan offeren ze Wenger op, terwijl hij daar 20 jaar uitstekend gefunctioneerd heeft. Ja, het is heel onrechtvaardig, maar het houdt inderdaad een keer op. Er zijn maar weinig mannen van 68 die nog kunnen vlammen natuurlijk. Dat is niet iedereen gegeven, toch? En dat, het is wel bedoeld deze, hoor. Dat, deze. We gaan dat door. Ziggo nog vecht om het binnen te krijgen. Ja, die willen jou hebben, hè? Ja, die directeur van Ziggo schijnt een ontzettende fan van mij te zijn. Ja. Wil Moeren bedoel je? Ja, Wil Moeren, ja. Ja, die schijnt enorm fan van jou te zijn. Van mij ook trouwens, heb ik gehoord. Ja, maar zijn ultieme doel is om ons binnen te halen. Ja. Dan zal hij wel zijn portefeuille moeten trekken. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Maar hoeveel kijkers gaan wij scoren dan? Wij nemen alle kijkers mee. Dat zijn er pakweg 800.000. Oké. Okay. En dat zeiden dus 100 keer meer dan Jack van Gelder? Nou, bijna wel, ja. Dit is zo flauw eigenlijk. Maar ondertussen Real Madrid door tegen Napoli. Driesje Mertens was lekker bezig. Driesje, hè, doelpuntje, bal op de paal. Het is onbegrijpelijk. Ik heb Dries nooit serieus genomen voor het echte topvoetbal, omdat hij fysiek niet zoveel... Die zou dit ook niet kunnen, want de cameraman is te groot voor hem. Die had hem gewoon naar beneden moeten. Nee, Dries is echt een kaboutertje. Ja, zo, en die man die doet het fantastisch in Italië. En die is ooit opgeduikeld door Ted Verleeuwen bij AGOVV. Heeft echt een hele goede carrière stap gemaakt. Hè? Utrecht, PSV. En ook bij PSV handhaafde zich hartstikke goed. Maar nu in Italië, dat had echt niemand verwacht. En hij straalt zelfvertrouwen uit. En je ziet dan de reacties van de andere spelers. Ze nemen hem serieus. Ja. Nee, jij hebt niet tussen thuis, maar nu inmiddels intussen wel. Maar goed, Real Madrid was uiteindelijk een maatje te groot, was nog logisch enzovoort. En niks aan het allemaal. Dus de andere wedstrijd was ook wel redelijk, hebben we al gehad, Arsenal, maar vanavond natuurlijk. Ja, daar gaat over. René, Johan, Jan zaten er van de week nog daar. Het is het decor, hè, dat je niet kan zien. Die zijn even omdraaien. Barcelona gek. Kijk, dat is het decor van ons. Kijk, dat is de eindredacteur. Wie ben jij eigenlijk? Maar goed, die zijn er ook. Is dat een jongen uit de provincie die een keer achter de schermen wil kijken of zo? Dat lijkt het wel op. Hij heeft een beetje Gronings accent namelijk. Ja, dat lijkt het wel op jou. Oh, maar hij is ook op zijn klompen. Ja, oh ja. Nou, het lijken wel een soort klompen inderdaad, ja. Maar die beweerden ze allebei dat het zou kunnen. Die zeiden, gaat gebeuren, die 4-0 wordt weggepoetst enzovoort. Moet je luisteren, Jan en René zijn Barcelona gek. Ja. En ik heb meer met Bayern München. Niet omdat ik dat zo'n sympathieke club vind, maar ik vind het beleid van Bayern München vind ik geweldig en ik vind de speelstijl van Bayern München geweldig. Voorzitter die een tijdje in de gevangenis komt vanwege... Die heeft niet alle inkomsten van zijn worstenfabriek bij de fiscus gemeld. 100 miljoen niet of zo, maar... Nee? 100 miljoen, maar ja, we maken het niet. Nee, maar goed, wij zijn principieel, wij doen nooit wat zwart, dat wijzen we af. Dat sta je al bekend, toch, dat je het niet doet? Nee. Maar wat je zegt van wel dan? Nee, ik zeg het juist. Jij wil dat niet. Pas op, hè. Ja, nee, dat zou ik het nooit doen. Nee, maar kijk... Bayern München is meer jouw club. Ja, en ik heb ook heel veel respect voor Borussia Dortmund. En ik vind Barcelona te gelikt. Te gelikt. Dus jij zegt, laat ze het lekker uitgaan. Ik ben er klaar mee. Ik zit altijd te hopen dat Barcelona eens een keer een draai om de oren kreeg. En dat kregen ze in Parijs. Want ze worden bijna heilig verklaard. Ja. Maar ondertussen wordt zelfs Cocu genoemd, las ik in de krant. Ja, in de krant. Gelul. Nou, ik denk niet... En Jan van Hals zei het ook, Cocu. Nou, dan is het niet waar. Oh, oké. Gaan we gelijk door naar Ronald Koeman. Nee, maar Ronald Koeman lijkt me een serieuze kandidaat. En Frank de Boer ook. Al heeft Ronald natuurlijk wat meer ervaring al in het trainersvak. Ja, maar hij kan toch niet na een jaar bij Everton ook alweer weg zomaar lopen? Die heeft daar een contract voor 3 jaar getekend. Voor Barcelona loopt Ronald weg. Kijk, Ronald wil er niet over praten. Dat is heel verstandig. Ja. Maar Ronald... Zijn grootste ambitie is om ooit trainer van Barcelona te worden. En dat ging mis toen hij bij AZ ontslagen werd en in een dip raakte. Maar die is hartstikke goed teruggekomen. Is nu een volwassen toptrainer. En ik denk als Barcelona belt dat Ronald bereid is zelfs om een afkoopsom bij Everton achter te laten. Ik denk niet dat hij daar veel sympathie mee gaat overstaan. Maar goed, dat zou heel goed kunnen wat jij nu zegt. Even een paar korte dingen. Ajax tegen Kopenhagen morgen gaan we uitzenden. Daar zit je er natuurlijk ook bij. Dus je mag nu al een voorspelling doen. Nou, voor jou. Ik zie het bijzonder somber in. Ik zie dat Kopenhagen thuis zelden een tegengoal tegenkrijgt. Als ik zie dat Kopenhagen een straatlengte voorstaat in de Deense competitie. We moeten niet net doen of de Nederlandse competitie superieur is aan de Deense competitie. Twee weken geleden toen ze geloot hadden, zei jij, dat moet kunnen. Als je de club ziet die er nog in zit. Het draait een beetje. Je bent een beetje aan het draaien, meneer Derksen. Mensen van D66
die draaien niet, Wilfred. Nee? Nee. Die lullen maar wat. Nou, die braken ingestudeerde zinnetjes uit. Ja, nou bij deze dan. Okay, maar jij zegt dat het nu opeens wel heel lastig is. Kopenhagen klinkt niet als een grote club. En ik denk dat Ajax niet kansloos is tegen Kopenhagen. Maar in Kopenhagen zie ik Ajax hooguit een 0-0 gelijkspelletje weghalen. Nou, ik denk dat Wil Moeren nu gelijk roept, die moeten we hebben, die man. Dit was een Ziggo, hè, tot slot. Ja. Dit was echt een Ziggo-antwoordje. Ja, maar goed, ik ben al een beetje op verkapte wijze aan het solliciteren bij Wil. Ja? Oude Rukker. Nou, laten we dat snel genoeg. Ik had het ook nog graag over Feyenoord willen hebben, die waarschijnlijk niet eens 11 spelers kunnen opstellen als het zo doorgaat. Maar daar hebben we geen tijd meer voor, dat moeten we vrijdag nou ja, doen. Hè? En het Nederlands elftal natuurlijk, die geen verdedigers kan opstellen. Nee. Hoe ben je voor hem nog of niet? Of ik er voor hem ben? Ja, kan hij bellen, Danny? Ja? Geen probleem. Nee, ik rol mijn mouw op. Nee, dat kan niet meer, dat soort onzin. Maar ik kan me wel voorstellen dat Danny Blind slapeloze nachten heeft. Want eigenlijk heeft hij alleen zijn zoon als volwaardige verdediger. Steven de Vrijman, kom op. Geweldige verdediger. Ja, nee, maar hoe fit is hij? En heeft heel lang niet in Nederland zelf al gespeeld. Ja, hij speelt. Ja. En hij speelt op een goed niveau. Maar het is een kans misschien om zich weer in Nederland zelf al te spelen. Maar hij heeft voor de rest weinig keus. En dan moet hij toch kiezen voor onervaren jonge spelers. Oké. Nou ja, volgende week zijn we er weer. Straks en nogmaals een oproep voor de jeugd. Ja. Ga echt stemmen. Hè? Dan heb je recht van spreken. En dan heb je in ieder geval een bijdrage geleverd aan de samenleving. Maar het is toch volgende week woensdag de stemming? Ja, toch? Volgende ja, zeker. Nou, dan kunnen we dan even echt extra... Bijna als wij erop zijn natuurlijk al te laat. Maar je kan dan ook nog stemmen, nu ook al gewoon doen. Ja, en één advies. Luister niet naar dat geneuzel van je ouders. Ga je eigen gang en kies zelf. Ja? Ja, nee, ik werd thuis altijd gehersenspoeld. Ja, en je ziet wat er van geworden is.